In deze video gaan we kijken naar financieel advies en dan vooral met de vraag: welk advies volg je op? Zijn er bepaalde mensen waar je het advies wel van opvolgt? Zijn er een bepaald aantal mensen waarvan je het advies zeker niet opvolgt? Op dat soort vragen proberen we in deze video antwoord te geven. Want misschien ben je wel beginnend belegger en ben je op zoek naar advies of informatie. Maar misschien ben je ook wel een gevorderd iemand, maar heb je toch altijd nog verbeterpunten die je dus beter kunt doen? In beide situaties geldt: waar haal je informatie en advies vandaan? En hoe zorg je dat je de juiste keuzes maakt? Op al deze vragen probeer ik in deze video een beetje antwoord te geven. En ik geef je in ieder geval mee hoe ik het doe. Hoe ik advies inwin en hoe ik keuzes maak, zeg maar. Nou, dat krijg je dus allemaal in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hieronder op die grote rode knop. Dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar financieel advies. Maar voordat we daarmee beginnen wil ik jullie vragen om onder de video in ieder geval een reactie achter te laten. Of in onze Discord chat, een link daarvan vind je trouwens ook onder deze video. Met ervaringen die jij hebt gedaan of hoe jij dingen doet om tot een advies of een keuze te komen. Dan kunnen we in ieder geval van elkaar leren, want dat is ook een van de punten die erg belangrijk is. Maar laten we de video eerst beginnen met een belangrijke groep mensen. Ook een grote groep op dit kanaal trouwens. En dat zijn mensen die beginnend zijn met beleggen, dus beginners in de beleggingswereld. Deze mensen zijn zoals gezegd beginners. Ze zijn dus nog nieuw en op zoek naar informatie. Ze weten vaak al wel de algemene dingen, maar willen hun kennis eigenlijk uitbreiden. En daarom zijn ze op zoek naar informatie. Dat doen ze misschien in het nieuws, in blogs, tv of in dit geval dus bijvoorbeeld YouTube. En ze komen op al deze platformen van media eigenlijk mensen tegen die adviezen geven, die een bepaald oordeel ergens over hebben. En dat nemen ze vaak al mee in hun kennis. Maar misschien ben je wel niet eens op zoek naar informatie, maar komt informatie naar je toe wanneer je bijvoorbeeld het nieuws leest of over trends hoort op het nieuws of op de radio of op tv. Bijvoorbeeld wanneer je over Bitcoin hebt, dat heeft iedereen die er niet naar op zoek was, heeft er toch wat mee van gekregen. Misschien wel met Beyond Meat, een bekende start-up nou in Amerika, waar de koers echt sky high staat op dit moment. Nou, dat soort informatie, ook al ben je er vaak niet naar op zoek, krijg je toch op een bepaalde manier vaak binnen. Maar het kan ook zo zijn dat je eigenlijk nog niet aan het beleggen had gedacht, totdat op dit moment de spaarrente in één keer naar bijna nul gaat en dat je eigenlijk toch op zoek bent naar rendement, want je bent gewend om altijd geld te krijgen voor spaargeld op de bank. Maar er komt misschien wel een situatie aan. Maar er komt dus misschien wel een situatie aan waarbij het geld kost om geld op de bank neer te zetten. Dus in dat soort situaties ben je misschien wel op zoek naar andere alternatieven eigenlijk van een spaarrekening in dit geval. En kom je misschien wel bij beleggen uit. Wat je dan vaak ziet is dat mensen snel instappen zonder al te veel kennis te hebben, maken ze al snel een beslissing. Dit kan bijvoorbeeld zijn met spaarrentes omdat die juist laag staat en je dus geen rendement wil missen. Of je wil aan een van die trends zoals Bitcoin of Beyond Meat meedoen. En terwijl eigenlijk de koers snel omhoog gaat, stap je in. Maar er komt er een keer een moment aan dat specifieke aandeel, Bitcoin of gewoon de hele markt onderuit gaat. En dan ga je al vrij snel, raak je in paniek. Misschien wanneer je 10% op een dag verliest. Wanneer je 20% in één keer verliest. En dan ben je in één keer op het punt dat je denkt van nou verkoop ik het voordat het verder gaat. En pak je dus een verlies. Dit komt omdat je natuurlijk geen plan hebt gemaakt van tevoren. Je wilde snel instappen. Je raakt op dat moment in paniek. En omdat je dus dan verkoopt met verlies, blijf je zitten met een negatieve ervaring wanneer je over beleggen hebt. En zul je het waarschijnlijk dus vaker niet in de toekomst willen herhalen, omdat het ja eenmaal slechte ervaring, dan denk je dat het in de toekomst precies hetzelfde gaat, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. En dit zou dus voor kunnen komen wanneer je zelf op zoek bent om te gaan beleggen. Maar misschien heb je ook al ooit meegemaakt dat je op een feestje staat, dat je in één keer zo'n onderwerp ter sprake komt, misschien wel vanwege het nieuws. En dat in één keer een of andere oom zegt van ja, mijn ervaring is zo, precies zoals we net hebben beschreven, hoog ingestapt, snel in paniek geraakt, verkocht met 25% of misschien wel meer verlies. En dan denk je dus, ja, eigenlijk word je daardoor beïnvloed op wat andere mensen hebben gedaan en wat zij misschien ook zonder plan hebben gedaan. Beïnvloedt dat jouw manier en zul je dus eigenlijk nooit aan beginnen. Dus het is zeker geen goed advies, lijkt me, om het van dat soort mensen op te volgen. En zoiets kan natuurlijk over aandelen gaan. Daar heb je ooit mensen die zeggen, ja, we zijn toen ingestapt, want we hoorden via de bank. Daar krijg je nu ook vaak dat er veel reclame wordt gemaakt omdat het goed gaat op de beurzen. Dus dan wordt dat graag gepromoot. Tegen de tijd dat jij instapt, komt er dadelijk een crisis aan en zit je dus in die situatie. Maar nog veel meer mensen hebben ze natuurlijk met Bitcoin. Dat was toen, zoals gezegd, overal in het nieuws en iedereen wilde een graantje meepikken. Ja, dan weet je dat het op een moment gehyped wordt en blijven dus heel veel mensen met verlies achter. Hiermee hebben we dan eigenlijk het advies gehoord wat je niet wilt volgen, maar wat vooral voor de meeste mensen
vaak misschien nog wel herkenbaar is, omdat misschien, zoals gezegd, iemand in jouw vriendengroep of iemand in de familie op deze manier bekend is geworden met beleggen en heeft geld dus verloren en dus een negatieve ervaring die met jou maar al te graag wil delen. Maar dan blijft er dus de vraag, waar haal je het advies dan wel vandaan? En dan hebben we het in dit geval niet over indexfondsen, want dat is eigenlijk de beste keuze, zoals ik eigenlijk al in de vorige video heb laten zien. Ik zal trouwens een linkje plaatsen daar naartoe. Maar ja, het is zoals gezegd de beste keuze, maar ook eigenlijk heel erg saai. Want je hoeft eigenlijk alleen maar in een indexfonds te kiezen. Zeker wanneer je voor de lange termijn gaat. En je blijft daar gewoon bij. En over 20, 30, 40 jaar zorg je in ieder geval dat je het afbouwt. En dan heb je eigenlijk altijd een goed rendement. Historisch gezien in ieder geval. Maar ja, dat is eigenlijk heel erg saai. Mensen zijn vaak op zoek naar hun eigen inbreng te willen verwerken. Wat spanning op te zoeken misschien. Dus je gaat andere dingen zoeken. Hierbij kun je denken aan ETF's, losse aandelen, REITs. Of wanneer je meer risico wilt nemen, ga je misschien wel voor Bitcoin. Of juist beleggen in bedrijven die een dipje hebben op de markt, zeg maar met in één keer 20%. Dat kan ooit bij Facebook bijvoorbeeld met negatief nieuws zijn. Zo heb ik het bijvoorbeeld gedaan. In ieder geval, dat zijn dingen die vaak wat meer risico met zich meenemen. En dan zijn er eigenlijk drie onderwerpen belangrijk bij het zoeken van informatie en het maken van een keuze. En de eerste daarvan is algemene kennis ten eerste. En ook een plan maken. En met algemene kennis bedoel ik dat je weet hoe de markt werkt en ook vooral hoe de markt reageert. Dus ga ook naar de historie van bijvoorbeeld een index of een aandeel kijken, of allemaal, of noem het allemaal maar op, net waar jouw interesses in liggen, bijvoorbeeld specifieke sectoren of specifieke bedrijven. Maar in ieder geval dat je weet van wat is conjunctuur, wat is de impact van een crisis, hoe herstelt een markt zich na een crisis. Dat soort informatie is vaak eigenlijk de algemene informatie die je nodig hebt. Als je dat een beetje weet, wil je ook vaak een planning maken voor jezelf, dus een plan maken voor jouw toekomst. Een van de dingen die daarbij belangrijk is dat je kijkt welke periode je vooruit wil kijken. Dat je het liefst eigenlijk voor de lange termijn wil doen. En dan misschien wel 10, 20, 30 jaar zoals gezegd. En ook een doel wat je daaraan verbindt. Dus waarom doe je het? Doe je het voor vrijheid, je huis afbetalen, eerder met pensioen gaan. Misschien extra geld wanneer je met pensioen bent. In ieder geval die twee dingen hangen vaak samen. De termijn en het doel waarnaar je toe werkt. Maar denk ook aan de verdeling. Dus hoeveel procent aandelen wil je in je portefeuille hebben? Hoeveel procent vastgoed, obligaties die wat meer zekerheid hebben? Misschien wil je juist wel wat meer risico nemen met, zoals je zegt, Bitcoin, een bedrijf zoals Tesla bijvoorbeeld, wat op zich wel speculatief is, maar wel enorme potentie heeft in de toekomst. Dus je wilt zorgen voor een verdeling van je plan, portefeuille. En een van de dingen daarvan is bijvoorbeeld welke risico wil je zeker afdekken en welk percentage ben je bereid om extra risico op te nemen. En op dat moment heb je dus je algemene kennis en je plan eigenlijk klaar. En dan komen we bij het volgende onderwerp en dat is eigenlijk de actuele informatie. En dit zijn dus die situaties dat je iets in het nieuws ziet, op een verjaardagsfeestje iets hoort, of dat je bijvoorbeeld een van mijn video's interessante aandelen die ik elke maand maak, ik zal hem hier linken van deze maand, dat je daar bedrijven of ideeën hoort waarvan je denkt van ja, dat is wel interessant, maar in plaats van dus het advies van jouw oom of mij in die video te volgen, moet het alleen eigenlijk je interesse opwekken en zorgen dus dat je actuele informatie gaat inwinnen om later pas een keuze te gaan maken. Dus zeker niet op basis van deze informatie, want je moet dit niet zien als advies, maar het is puur als interesse wekken om ervoor te zorgen, is het iets wat bij je past? En zo ja, is het iets wat binnen mijn plan past zelfs nog? Past het binnen mijn risicovolle groep? En als je die niet hebt, dan is het dus zeker niet voor jou van toepassing. In ieder geval dat zorgt dat je interesse wekt. En dat is eigenlijk de vervolgstap om die interesse verder uit te zoeken. Want je probeert op dit moment zoveel mogelijk informatie in te winnen om de juiste keuze te maken. Een belangrijk advies wat ik jou wil geven en waar ik altijd gebruik van maak is om meerdere bronnen te gaan gebruiken. Dus ga niet uit van alleen mij in die video of die ene oom op dat feestje. Maar zorg dat je meerdere mensen hoort, meerdere blogs leest, video's kijkt, tv kijkt, noem het allemaal maar op. Maar waarom zou je dan niet juist andere mensen volgen die vaak misschien wel succesvol zijn geweest? Dat kan zijn omdat zij andere plannen hebben, misschien wel een ander doel. Misschien is het doel verder weg, misschien is het met meer risico. Misschien hebben ze wel meer geld over om deze risico's te nemen. Dus ze hebben andere plannen of doelen. Misschien hebben ze ook wel een andere tijdslijn. Dus in plaats van over 10 jaar wat jij hebt, gaan hun misschien 30 jaar vooruit kijken. Dus mocht het een keer misgaan, dan hebben ze nog tijd genoeg om er weer van te herstellen. En die tijd heb jij bijvoorbeeld met 10 jaar niet. Dus dat is ook al een groot verschil. En misschien nemen ze wel meer risico. Waar jij bereid bent om 10% van je geld risicovol te beleggen, is misschien iemand anders wel bereid 50% van zijn vermogen risicovol te beleggen. En dus heb je een totaal ander risico waarmee je bereid bent, comfortabel bent. Dus je kunt zeker niet de adviezen van iemand anders volgen wanneer je plannen en al dat soort dingen dus niet met elkaar afstemmen. En wanneer je dus naar verschillende bronnen op zoek gaat, dan kan het dus zijn, zoals eerder gezegd, YouTube video's, nieuwssites, blogs. Maar je kunt ook bijvoorbeeld naar onze Discord chat komen. Ik zal, zoals gezegd, een linkje onder deze video plaatsen. Daar zitten heel veel mensen die met bepaalde ideeën zitten, bepaalde visies hebben, dat je vaak ook dat soort dingen met elkaar
vergelijk bijvoorbeeld. Bekijk ook zeker diverse financiële websites. Ik heb hier mijn top 8 geloof ik een keer gemaakt, een video. Websites die ik gebruik om bepaalde bedrijven te waarderen, analyses te bekijken, al dat soort informatie. Waarbij je vaak makkelijk snel veel informatie kunt zien en vaak ook nog wel grafisch. Dus dan kun je er vaak al een beter beeld bij vormen. En een volgende stap is dan ook naar de website van het bedrijf zelf gaan bijvoorbeeld. Om financiële informatie op te zoeken. Nou, dat kan dus in het laatste kwartaalrapportage of in de jaarrekeningen van het bedrijf. Dan ga je echt specifiek zoeken naar de bedragen van het bedrijf. Hoe ontwikkelt het zich? Welke kijk hebben zij op de toekomst bijvoorbeeld vanuit het bedrijf zelf? Want zij gaan ook kijken naar kansen, bedreigingen, naar de markt waarin ze zitten. En het laatste punt is ook heel erg belangrijk en dat is om zowel naar de voor- als tegenstanders te kijken. Want wanneer je bepaalde informatie hoort is het vaak heel makkelijk om uit de ene hoek heel veel te horen en vanuit de andere kant heel weinig. Dus vaak heel erg veel positief nieuws, maar dan hoor je dus weinig negatief nieuws. Het kan juist ook andersom zijn dat je heel veel negatief nieuws hoort. En dan wil je juist ook naar de mensen die voorstander zijn luisteren. Een van die bedrijven, wat dat bijvoorbeeld is bij Tesla, dat wordt vaak heel negatief uitgemeten in het nieuws. Dus dan wil je ook zorgen dat je eigenlijk de andere kant hoort. En juist waarom mensen dus andere kant zo erover denken. Waarom denken zij anders dan de rest van de mensen, zeg maar. En op basis van al deze bronnen, al die verschillende meningen, adviezen die er zijn, in combinatie met je eigen plan dat je dus op hebt gesteld, met je termijn, je doel en je risico. Op basis daarvan zorg je dan dat je een eigen advies maakt en dus een keuze gaat maken. En misschien blijkt dan achteraf wel dat het niet de juiste keuze is geweest, dat een aandeel alsnog 20% dat je aan waarde verliest. Maar dan weet je in ieder geval dat je er ten eerste goed over na hebt gedacht. En ten tweede dat je op dat moment dat je de keuze maakte er zelf achter stond. En dat het dan misgaat, ja dat is dan jammer, maar het is ook zeker een leermoment, misschien wel voor de toekomst. Niet dat je meteen ophoudt met beleggen omdat je dus weet waarschijnlijk vanuit je algemene kennis dat het altijd wel tegen kan zitten. Dat je misschien een verlies in jaar 2, in jaar 5 misschien wel weer goed maakt. Dat je echt voor de lange termijn richt. Nou, dat zijn dus de dingen. Dan weet je eigenlijk dat je op dit moment een negatieve ervaring hebt die waarschijnlijk op de lange termijn beter gaat komen. Of misschien heb je iets geleerd wat je in de toekomst kunt gebruiken zodat je dezelfde fout niet nog een keer maakt. En dus nog meer geld misschien wel verliest. Maar het belangrijkste is dat je zelf dingen gaat uitzoeken, dat je zowel voor- als tegenstanders gaat horen. En dat je dus zelf een plan hebt waar je van tevoren over na hebt gedacht, hebt ingeschat. Misschien kom je er naderhand wel achter dat je niet bereid bent, dat je niet comfortabel bent met 20% risico. Dat je dan later terug afbouwt naar misschien 10 of 5%, dat kan ook. Dat je het plan gedurende de weg bijwerkt. Maar ik denk dat je op die manier veel beter voorbereid bent op eventuele hobbels in de weg in de toekomst. En dat je dus zeker niet snel in paniek raakt en achteraf denkt van ja, laat maar zitten. Beleggen is niks voor mij. En dan kun je misschien denken, ja, van hoe jij het in deze video vertelt, dat is zeker niet zoals ik het wil doen. Maar dat is eigenlijk ook het idee van deze video. Het is dat je zelf na gaat denken. Dat je dus misschien ook wel tegenstanders gaat horen. En daarom is het dus belangrijk dat ik jullie reacties in de video, onder de video wil eigenlijk horen. Misschien zijn er mensen die zeggen, dit zeg je helemaal verkeerd. Ik zou het zo doen. Dan krijg je eigenlijk die interactie al. En dan krijg je eigenlijk al onder deze video dus meerdere kanten van het verhaal te horen. En dat is, op basis van die informatie is dat heel goed natuurlijk. Dan kun je dus je eigen mening vormen, je eigen advies inwinnen en je eigen keuze maken. En op die manier hoop ik dat je daarmee geholpen bent. Dus vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Laat het dus weten in de reactie onder deze video. Dan neem ik dat ook al mee naar een volgende video. Zoals gezegd vind je onder deze video ook de link naar onze Discord chat. Waar we met meer dan 300 mensen over dit soort onderwerpen praten. Met ervaringen delen, advies vragen aan anderen en al die informatie. Dus de link daarvan vind je onder deze video. En als je nog steeds zit te kijken, dan is het waarschijnlijk een interessante video geweest. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn wat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien. Klik dan hieronder op abonneren, klik op het belicoontje, zodat je nooit meer een video mist. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.